Maar technisch directeur van Heracles, gefeliciteerd. Binnen een korte tijd na het vertrek van John Lammers, een nieuwe trainer. Erwin van der Looy, hoe is het zo snel tot stand gekomen? Vorige week, denk ik, woensdag, is eerste contact gelegd. Of Erwin ook open stond voor de functie, was hij. En toen zijn wij vrijdagmiddag zijn we in gesprek gegaan met elkaar, vrij intensief. En daarop volgend zijn er meerdere gesprekken geweest. Wat er heeft toe geleid dat hij vandaag heeft getekend. En zulke gesprekken zijn intensief. Dat gaat natuurlijk om allerlei arbeidsvoorwaarden. Maar ook over het inhoudelijke voetbalconcept. Wat is daarover afgesproken? Dat eerste, dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat tweede, het arbeidsvoorwaarden, dat is pas op het allerlaatste moment. Wat erover afgesproken is, is dat we, hoe willen wij spelen met elkaar? Hoe willen wij trainen? Hoe willen wij een ploeg ontwikkelen? Dat soort zaken bespreek je dan. Wat is de voetbalvisie? Wat is de voetbalvisie van de trainer? Sluit dat aan bij hoe wij denken? En zo kom je tot elkaar. In hoeverre sluit zijn visie aan op die van Heracles? Heel erg. Aantrekkelijk aanvallend voetbal spelen. Met passie en strijd. En dat sluit aan met datgene wat hij ook voorleeft. Dus dat past bij elkaar. De jongens die zijn er natuurlijk als eerste van op de hoogte gebracht. Wat vonden zij ervan? Nou, die jongens die zijn vanaf gisterenmiddag met vakantie gegaan. De kop leegmaken, zoals dat heet. Om straks ook weer fris te beginnen. Maar uiteraard zijn zij geïnformeerd via het appkanaal dat Erwin onze nieuwe trainer is. En dus reacties van individueel van de spelers heb ik nog niet vernomen. Wat is de doelstelling voor de rest van dit seizoen? Zo snel mogelijk ons weten handhaven. Nou, Nico Jan heeft mij gebeld. Ik denk dat het woensdag of donderdag was. In de week na Vitesse. Met de vraag of ik open stond voor een gesprek. Om over trainerschap hier te praten. Daar stond ik positief in. En we hebben gesproken samen met Rob ook erbij. En uiteindelijk... Toen zijn de algemene directeur. Ja, zeker. En uiteindelijk waren dat goede gesprekken van beide kanten. Toen hebben we eigenlijk doorgepakt. Heb ik gesproken met de technische staf, met Henry. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een contract. En nu staan we hier. Jullie kennen elkaar al langer, want Nico Jan Hoogma heeft ook samen met je gewerkt bij de KNVB, hè? Ja, dat klopt. Dus hij heeft mij daar 4 jaar gezien. Hij was iets eerder weg dan ik daar. Dus uiteindelijk is dat wel mooi. Dus vind ik dat een compliment. Hij heeft mij gezien daar als trainer. Hij heeft gezien hoe ik gewerkt heb. Hij heeft gezien hoe ik gecoacht heb. Mm-hmm. Hoe ik over voetbal denk. En dan is het mooi dat hij daar blijkbaar zo positief over was. Dat hij me hiervoor voor weer heeft gevraagd. Hoe denk je over voetbal? Nou, dat zit eigenlijk wel heel dichtbij hoe Heracles over voetbal denkt. En hoe eigenlijk ook wel de rest van de staf over voetbal denkt. Ik denk dat we zeker thuis een team op het veld moeten hebben met heel veel energie. Een team wat moet spelen voor de overwinning. Dus waar veel dynamiek in het team zit. Waar veel intensiteit in het team zit. Waarin we naar voren willen. Ja. Alleen we moeten de ogen niet sluiten voor het feit dat we 100 goals of 100 goals, de meeste goals tegen hebben op dit moment. Dus we zullen dat op een bepaalde manier moeten doen. Waarbij we niet de achterdeur steeds openzetten. Want we moeten ook gewoon resultaten halen. We hebben punten nodig. Hoe wil je dat gaan doen zonder de bus voor de goal te parkeren? Nee, we gaan zeker niet de bus parkeren. Dat past en niet bij de trainer Erwin van der Looy. Dat past en niet bij Heracles Almelo. En dat past ook niet bij deze spelersgroep. Dus dat is niet de weg waarop wij in de Eredivisie moeten blijven. Wij moeten aanvallen waar het kan. En echt wel de aanval zoeken. Daar hebben we ook goede spelers voor om dat te doen. Nogmaals, dat past ook bij het publiek. Daar gaat het publiek ook achter ons staan. En het publiek hebben we keihard nodig het komend half jaar in al die thuiswedstrijden. Dus dat moeten we zelf afdwingen. Maar we moeten wel zorgen dat als we moeten verdedigen, dat we dat ook met z'n allen doen. Dat gebeurde tot nu toe niet goed genoeg, nee. Nee, wacht even. Het is mooi dat je dat zegt, want ik wil helemaal niks zeggen over wat er tot nu toe gebeurd is in het afgelopen half jaar. Ik kan alleen op basis van de uitslagen daar wat over zeggen, maar niet over hoe die hier is gewerkt is of hoe dingen zijn gegaan. En daarbij heeft John Lammers volgens mij hier voor de promotie gezorgd met een geweldig aantal doelpunten voor. En staat hij voor altijd in de geschiedenisboeken, dus ik wil daar helemaal niks over zeggen. Staat er op dit moment voldoende kwaliteit op het veld?
Ja, dat is een beetje scorebordjournalistiek ook. Op basis van de eerste 8 wedstrijden. Nee, maar ik zal het uitleggen. Op basis van de eerste 8 wedstrijden van het seizoen zeg je zeker ja. En op basis van de laatste 8 voor de winterstop zeg je misschien nee. Dus ik denk dat de waarheid iets in het midden ligt. Maar neem niet weg dat we wel echt wel op zoek zijn naar wat versterkingen. Ja.